Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Lock met Sander van Spelletjes SB. Ja. En je hebt hem goed, je hebt hem goed. Oh, ga ik door voor de koelkast? Ja, je gaat door voor de koelkast. Zoals je ziet hebben we de Pokémon wat getraind. Sander heeft eventjes wat teamswijzigingen door de dingen die hij heeft verloren de vorige aflevering. Ik heb Shellder mee. Die had ik al, Willem Bever. Ik wou hem eerst niet gaan gebruiken, maar toen zag ik zijn moves. En toen dacht ik, nou, you kind of firing. Nou ja, het water type, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. En ik heb Sixer Gone. Die is qua typing wel trash, maar die ziet er wel vet uit. En ik heb Kraan 2. Ik heb Cranny Doss dus gevangen. Dus ja, Kraan 2. Ja, dat was wel nice. Dat is de sequel van Kraan, de bekende film Kraan. Natuurlijk. Dus ja, oh ja, ik dacht, wat ga ik langzaam, maar ik heb zo net speed up om Firestone, escape rope, hey. Om een guy weer te levelen en zo. Oké, give me Alux. Oh, Jawfossil, welke is dat? De jaw is de tyrant. Ja, want ik wil niet om jou per se, maar ik wil gewoon niet dezelfde als jou. Want ik vind het niet leuk zoals we dezelfde teams hebben. Mm-hmm. Gelukkig is er net mijn hele team gewiped, dus hebben we een heel ander team. Ja. Nee, dat is vorige aflevering. Dat is 10 minuten geleden. Dat mag. Oh, dat is niet waar trouwens. We hebben best lang... Kraan 2, dat duurde best lang. Ja, dat maar, duurde wel even, ja. Liever laat dan nooit, denk. Je hebt een escape rope gekregen, hè? Misschien wil je die niet gebruiken, maar... Sander? Nee. Oh. Nee, die wil ik niet gebruiken. Oké. Ik zat daar eventjes heel lang diep over na te denken. Maar toen dacht ik, stel, ik vind hier een shiny. Hier waren wel een aantal jij hebt nog die ding natuurlijk. Dus vandaar dat ik even over na moest denken. Ja. Want Marowak zou ik wel willen, want die is steel en... steel heb ik al natuurlijk in mijn kolen. Mijn kolen! Maar alsnog, ja, op zich ook Harmony type, dus... Ik moet mijn teamleden nog wat meer gaan levelen, zie ik al. Want ze worden een beetje hoog level hier. Oké. We moeten alleen wel iets bedenken voor... Wat we als afspraken doen daarmee. Ja, maar je weet de ding is niet. Je weet de level cap niet. Nee. Ik kan het ook nergens vinden online. Ah, sad. Kijk, ik ben gewoon voor Ace niet hoger dan, zeg maar. Dat zei ik heel verwarrend. Ja. Maar ja, ik niet snap hoger het, maar dan ja. De Ace van een gym. Maar ja, hoe kan als je niet de kunt Ace vinden... Komen? Ja. Dan wordt het ineens pittig, King. Mm-hmm. Net zoals de Samming de Balling. Dat is Engels. Sambal? Ja. Oh, ja, omdat het pittig... Wauw. Hij kwam niet helemaal bij me door. Oh, zo. Hé, ik mag spieren met Shiny Hunting, hè? Ja. Ik heb met Sander afgesproken dat die speed-up mag tijdens de Shiny Hunt. Yeah. Ik mag de speeding up in tijdens de shiny hunting. En ja, dit valt onder shiny hunting. Niet de haterbuis. Wat is Rally kent een kut Pokémon om tegen te vechten? Ja. Je zou maar... Razor Blade kan absorb. Het zou handig zijn als je dan een Hu hebt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wacht, heb ik nog? Oké, ik heb niet mijn intermomentje nog aanstaan. Dat zou jammer zijn. Ik was even bang voor, want ik deed net een gezicht naar de chat. Maar dat, of naar de camera. Maar dat zien ze niet als ik mijn intermomentje eroverheen heb. Ik ben in ieder geval niet ondersteboven. Net als vorige aflevering. Dat is zo vorige aflevering. Echt hoor.
Sander, ik ga gewoon ook eerlijk zijn hoor. Sander en ik hebben wel rare candies erin ingezet om het nog een beetje behapbaar te maken voor ons. Ja. En ik vind ook dat we die gewoon kunnen gebruiken als we maar niet te hoog overlevelen, zeg maar. Alleen ik moet nog even bedenken hoe we dat het best kunnen doen. Ja, dat is het een beetje. Nou ja, je kunt wel kijken naar wat guys ervoor zijn. Dat kun je wel doen. Gewoon de guy voor de laatste guy voor de gymleader. Ja, maar hij of ja, maar hij is echt flink hoger, hè? Tenminste, dat was bij de eerste gym zo. Maar ik bedoel, ja, ik wil maar nu eigenlijk ook, want deze Relicant is level 26 en ik zit allemaal er ruim onder. Dus ik wil zeker met z'n allen naar level 26, zeg maar. Ja, maar ik denk, je kunt dan van de laatste guy en dan plus 3 levels of zo, dan denk ik. Als we de gym gaan doen, zeg maar, als we de gym leader gaan bevechten, bedoel ik. Ja. Oké. Okay. Dus dat je de, ja. Ja, gewoon ja. Oké. Okay. Want dan kan het zijn dat je iets hoger level bent. Maar mm-hmm. Op zich, als je iets hoger level bent, kan het nog steeds spannende battle worden. Nu heb ik hem 27. Wat is dit voor aanval? Synchro noise? 120? Using an odd shockwave, the user inflicts damage on any Pokémon of the same type in the area around it. Ja, dus het werkt denk ik alleen maar als het de same typing heeft. Dus Psychic en Harmonic, denk ik. Dus op elke andere werkt het niet, denk ik, hè? Oké, dat vind ik niet de moeite waard dan. Ja, ik kan niets met zekerheid. Ja, nee, nu toen jij het uitlegde, toen dacht ik van, oh ja, dat bedoelde ze inderdaad. Toen maakte het wat meer sens. Het maakt meer sand rings. Maakt het Megalovania? Megalovania? Ja, sands. Undertale, Megalovania. Undertale. Ja. Van onderstaart. Onderstaart. Of onder verhaal, dat kan ook. Ja, je weet het niet. Aurora leert Ancient Power. Goh, dit wordt een kut cage match, hoor ik al. Omniboost. Ja. Dat kan je naaien. Weet Paddy alles van. Mhm. Ik weet niet of het bij Paddy was trouwens, of dat ik het ergens anders had gezien. Nou, maakt het niet uit. Nee, maakt het niet uit. Go Sandring, Finishani. Ik wil ook niet te snel met de gym gaan, want anders moet ik straks wachten. Op Sandring. Ja, sorry. Dat geeft niks. Niks. Ik wil gewoon, als ik eventjes een goede Pokémon vind, ik wil gewoon even een goede Pokémon hebben, zeg maar. Je kan ook nog in de Sweet Center in de route boven Salage City, waar ik nu ben, zeg maar. Daar kan je straks nog Sweet Center. Daar heb ik de Aerodactyl vandaan. Daar kan je ik ben nog niet eens. Oh, oké. Okay. Nee. Maar dan heb ik hier wel een route weer waar ik geen Pokémon heb. Dat klopt. Dat is een beetje de vraag. Maar in ieder geval, daar kan je straks in ieder geval kijken of je een Eevee kan krijgen. Of een Aerodactyl. Ja, kijk, ik wil ergens wil ik wel gewoon een beetje opschieten, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, ik vind het ook zonde. Want als ik hier geen Shiny heb, ja, wanneer ga ik dan hier wel een Shiny krijgen? Zeg ik maar. Snap het. Ik weet ook niet of je hier terugkomt en zo. Keuzes. De keuzen zijn reuzen. Je zou dit een dilemmaatje kunnen noemen. Ja, precies.
Dit is volgens mij, ja, dit is de trainer voor de gym leader, dus we kunnen even checken wat zijn level is. Ja. Slim. Smarty Pansy. Oeh, hij is wel Rhyhorny. Okay. Tijd dat ik iets van Bubble Beam leer of zo, of ja, snap of Waterpearls of zo. Water Gun is, oh nee, in deze gen niet, hè? Nee, maar het was wel sterk genoeg voor de Rhyhorn. Ja, dat moet ook wel. Quarter effective. Nose passing? Passing the nose. I mean, eerlijk, ik zou hem niet smashen, man. Ik zou hem niet smashen. Ik zou hem passen. Nose yeah. passen. Je zou hem zeker nose passen. Want je bent zo'n nose passing. Ik zou sowieso de meeste Pokémon nose passen. Ik ga eerlijk zijn. Ik ben eens eerlijk. Ik zou de meeste Pokémon passen. Nose pass. Nose passing. Ja, zou ik ja, doen, zelf. Alleen, je zou alleen een rock smashen. Hey, ik zou wel eventueel, als het moet, zou ik een rock smashen, ja. Maar ja. Zie, ik ben zo slimpie, ik weet het allemaal. In noodgevallen wel, ja. In noodgevallen. Ik heb helemaal niet opgelet welke levels ze waren. 24. Ja, maar er was net al iemand 26. Shitting. We kunnen level 30 afspreken, maar ja, straks is hij level 35 en dan wordt het wel een probleem. Ja, dat zou toch niet. Ik kan wel checken trouwens, bedenk ik me nu. Want? Hoe? Ik kan een YouTube filmpje opzoeken van A-Drive bijvoorbeeld, die deze game speelt. Ah. En dan kan ik gewoon kijken welke level zijn ace is. Ja, weet je wel, zijn team al. Dat klopt. Ja, ja dit is maar niet... dat is op zich. Op zich is dat een goed idee, denk ik. Oké. Ik moet toch eerst terug om te healen. Dan ga ik daarna eventjes opsnor. Shiny. Werkt dit? Of moet je echt per se stappen zetten? Geen idee nu. Geen idee. Oké, ik denk dat het werkt. Sandile. Sandiling. Nee, je moet wel een stap zetten, toch? Of niet? Oh, nee. Oh! Nice, een krokodil! Die kleuren zijn vet. Nice. Die okay. is echt goed. Heb je Pokéballs gekocht? Ja. Oh, goed. Ja. Ik ga ondertussen, tijdens de aflevering, gewoon live-ing. Ga ik even opzoeken welke level. Oh, ik dacht, je gaat live. Nee, maar je nee. gaat live. Ja, oké, okay, ik snap hem. Avoid the attack, doe eens even niet. Kijk, doe ik ben wel weer helemaal back in business. Torment, is dat niet dat je niet twee keer dezelfde ding achter elkaar mag doen? Dat is echt irritant als die dan ook nog is. Oh. Oké. Okay. We hebben een reclaming, Sandring. Dat willen we niet. Can't switch out? Lijkt wel per die stream, ik krijg reclame in. Zo waar. Zo waar. Oh, dat vindt hij niet leuk. Oké, okay. Oh, dat vind ik. Dit vind ik niet leuk. Sander? Slow down, baby. Slow down, baby. Ik weet niet hoe dat liedje verder gaat. Maar je doet het toch? Sorry Zing. Voor de gehoorschade. Hans Anders, weet je. Ja, ik ga eerlijk zijn, ik heb een contract bij Hans Anders. Als ik zing. Hoeder. Ja, dat, ze willen gewoon dat ik zing in mijn YouTube video's. Ja. Zodat mensen naar Hans Anders gaan om dat. Ja, ja dat vinden ze fijn. Zij willen dus klanten, blijkbaar. Hoeder. Ik snap het ook niet eerst, hè. Ik snap het ook niet, maar ze willen het. Ja. En het was niet heel slim om met Ty Lee in te gaan. Waarom heb ik nee? hem Ty Lee genoemd eigenlijk? Omdat. Ik weet hem nog wel waarom je dat hebt gedaan. Omdat. Het is grappig zo te horen. Omdat Sheldon een oester is en omdat Ty Lee de meest.
Hoe noemde jij dat nou? Zo... ja, je snapt wat ik bedoel, hè? Je weet waar ik naartoe ga. Oh. Dat was jouw redenatie. Ja, ja, ik weet het al. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik weet het. Oh nee, nu niet tackling. Ja, ik weet hem weer. Ja. Fucking crazy. Oh, het valt best mee met de... Oh, met ik level cap. Ik juichen voordat het gebeurde. Ja. Maar weet je, het werkt. Dus boeien. Nice. De level cap is 27, dus het valt best mee. Doen we 27? Wij pakken ook 27 dan, toch? Of niet? Of pakken we iets hoger? Ja, is goed. Weet je, ik ga wel een keertje tussendoor. Ga ik alle level caps even opschrijven. Dat ik het niet tijdens de aflevering elke keer moet opzoeken. Hmm. Slim. Is dat de slimpie? Ja, hè? Ja, slim. Ja. Ik weet dat we ooit een avatar team hebben, maar die gooi ik een beetje uit het raam. En ik noem hem... See you later. In... While... Crocodile. Mm. Snap je? Oh nee, nu heb ik... Ja, ik moet de pickaxe eventjes een keer aanpassen. Ja. Ik heb de while namelijk nu niet... In... Oeh. Met een hoofd lettering geschreven. Hoe werkt dit? Met knopjes. Oh, nu werkt hij wel. Oké. Okay. Nou, de volgende aflevering, boys, ga ik Sander supporten en met hem meekijken op zijn scherm. Jij gaat de jamming in, hè? Nou, ik ga gewoon voor de gym staan, maar ik ga het nog niet doen, want die wil ik tegelijk met jou doen. Maar ik ga alvast voor de gymleader staan. Bloep. Ja, doe maar bloep. Ik truck, want ik hoef nu niks meer in route 9, toch? Ik moet gewoon een hele andere kant op. Ja, alleen je moet eigenlijk ook... Oh, je moet eigenlijk ook nog gaan... je fossil gaan hunten. En nog even boven Silas City hunten. En dat is boven hier? Nee, dat is boven de volgende stad. Maar ik zou eerst even de fossil hunten. Ja, dat gaan we doen. Want dat kost geen pokeballs. Nee, eerst... Oh, wacht. Eerst even ruimte maken. Ja. Ja, dan denk ik oprecht... Die barrel draad. Nee. Nee? Deze Line guy nu? Heeft geen goede moveset. Check dan. Tackle ja, and but deal with growl. Ja, dat is wel een beetje slecht, ja. En hij heeft water gun habit hyper fang roll out. Dat is niet meer normaal. Dat is niet normaal meer. Dit is niet normaal meer. Oké, hoe doe ik de fossil hunt goed? Hier is de fossil. Daarin. Dan helemaal achteraan 7. Heb je een leeg plekje? Ja, ja. Je hebt een leeg plekje. Oké, speedknopje aan. Shall I restore it for you? Ja. Tyrant? Oh ja. Ja, je kan hem beter geen nickname geven. Want dat duurt allemaal lang. Oh ja, en dan moet je hem checken. Ja, dan ja. Zo. En dan June. Kan je... Je kan inderdaad... Oh ja, resetten. Nou, je kan het hartstikke goed, Sander. Ik ben trots op je. Ja, dit dat heb ik vaak gedaan. Moet. Dit is een beetje net zoals de Totodile. Ja, maar dan wel op een iets minder handige... emulator. Ja. Maar, het is wel zo. Het was het handigst geweest als die Tyrant er gewoon bovenaan in kwam. Dan kon ik gewoon meteen... Op zich, voor mijn gevoel gaat het nu al wel sneller dan de vorige hunts. Dus... Oké. Oh, die Kabutops, is dat? Ja, die is vet. Ja, die is wel vet, hè? Ik bedenk me nu dat ik gewoon met 3 fossils speel. Oh ja. Ik heb alleen Pterodactyl verkeerd geschreven, een beetje jammer. Pterodactyl. Ja, weet je, ik wil Pterodactyl noemen. Maar dan met PH schrijven, omdat die PH nergens op slaan meestal. Dat was het idee. Maar ik heb alleen de A en de E omgedraaid.
Ja, weet je, kan gewoon, kan gewoon. Kan allemaal in. Ik neem je in de maling. Wow, dat vind ik heftig. Wat we kunnen doen, Sander, is dat we de aflevering beëindigen en dat jij dit even offscreen doet. Voor de mensen thuis is dat misschien interessanter. Ja, is goed. Ja? Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering zien jullie de Shiny Tyrant van Sandering. Adios, amigos.